Het relativeert gewoon heel erg. Eerst sta je op met Tokio, ga je naar bed naar Tokio en opeens is dat gewoon veel verder weg en zie je dat er ook veel belangrijker dingen zijn in het leven. Daar heb ik deze periode zeker ook wel besef, onder andere door corona. Natuurlijk, het is vreselijk, maar je bent wel veel thuis, je bent veel met familie, veel ook wel quality time die je normaal eigenlijk ben ik nooit ergens bij, ben ik nooit bij een verjaardag, ben ik nooit bij een feestje, ben ik nooit bij een kopje koffie doen of zo. En nu heb je alle tijd om eens even echt goed met elkaar te praten en zo. En dat is natuurlijk ook heel waardevol. Dus ja, je leert zeker ook wel weer andere kanten kennen, zeg maar, dat er meer is dan alleen sport in de wereld. Ik denk gewoon dat ik mentaal wel heel sterk ben en ja, ik kan gewoon totaal niet tegen mijn verlies. Dus ik zal nooit opgeven, zeg maar, hoe moe ik ook ben. Het gaat mij niet eens meer om die medaille of zo, maar het gaat gewoon dat ik gewoon niet tegen mijn verlies kan. Dus ik zal nooit de handdoek in de ring, zeg maar, gooien. Ondanks dat natuurlijk heel veel topsporters in principe niet opgeven, merk ik wel dat ik dan toch vaak wel langs het eind trek. Dus ik denk dat daarin wel mijn kracht ligt. En ik merkte nu wel dat als ik niet kan judo, dat ik daar nog steeds tegenaan loop. Dus ook al ren ik een halve marathon, dat ik nog steeds iets van energie in me heb. Dus ik merk wel dat ik iets sneller geïrriteerd raak en dat ik wel weer blij ben dat ik zo weer aan de gang kan. Uiteindelijk ben ik het wel gewend om te trainen met een doel wat iets verder weg ligt. Omdat ik ook wel eens geblesseerd ben geweest en zo. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Je kan niet alles. Maar je moet wel zo fit mogelijk terugkomen als het dadelijk weer kan. Maar dat is dus heel verraderlijk, want je idealiseert het heel erg. Maar als je het dan weer mag, dan denk je, waarom doe ik deze ellende? Dus geen echt beeld. Ja, ik denk vooral dat je inderdaad gewoon zoveel mogelijk thuis moet blijven. Wel blijven bewegen. Ik denk dat dat altijd belangrijk is voor je weerstand, maar ook voor je mentale gezondheid. En zie het ook als een kans om met mensen te praten en eens echt de tijd te nemen voor elkaar. En maak daar dan ook het beste van.